Managerial Grid Model. Deze video is onderdeel van een serie over projectmanagement. De video's zijn eveneens goed te gebruiken bij mijn boek Projectmanagement en bij mijn boek P6-methode. Een projectmanager geeft net als een gewone manager leiding. Over leiderschap zijn verschillende modellen ontwikkeld. Over leiderschapsstijlen. Deze video past het managerial grid model van de wetenschappers Blake en Mouton toe op de projectmanager. Maar hoe werkt dat managerial grid model dan? Een projectleider of projectmanager geeft leiding aan een projectteam. Het is daarom van belang om iets te weten over leiderschap en leiderschapsstijlen. Voor leiderschapsstijlen zijn verschillende modellen ontwikkeld. Eén is gemaakt door Blake en Mouton en dat heet het managerial grid model. En managerial slaat natuurlijk op management en grid, dat is een soort rooster wat je ook in dit plaatje weer terugkomt. En je ziet daar de vakjes in zitten die het rooster weergeven. Nou, we maken twee verschillen. Eén is het mensgerichte aspect van een manager, van een leidinggever. Dus in hoeverre is hij mensgericht, dus gericht op de personen uit zijn team. En het andere is het taakgericht. In hoeverre is hij gericht op het uitvoeren van de taak die nodig is om bijvoorbeeld het project tot een goed einde te brengen. Nou, er zijn verschillende kwadranten, kun je zeggen. Je kunt linksonder, linksboven, rechtsonder en rechtsboven of in het midden zitten, zoals je in dit plaatje ziet. En als je nou linksonder zit, dan ben je dus niet mensgericht en ook niet taakgericht. En dat wordt dan ook wel weergegeven met een deserteur. Dus iemand die zeg maar vlucht voor zijn verantwoordelijkheden. Hij is onverschillig ten opzichte van zijn taken. Hij is ook nog eens een keer onverschillig ten opzichte van zijn teamleden. Hij geeft nauwelijks aansturing aan zijn team. En dit wordt ook wel eens gekenschept met de term, de Franse term laissez-faire. Oftewel laat maar gaan. Het laat maar gaan management. Er is eigenlijk geen management, geen leiderschap aanwezig. Nou, dan kun je natuurlijk iemand hebben die extreem taakgericht is. En maar heel weinig mensgericht is. Dus die gaat vooral voor het resultaat van het project of van het werk wat hij moet uitvoeren met zijn team. En hij is een autoritaire leider. Hij wordt ook wel eens vergeleken met een slavendrijver of zelfs een dictator. Hij geeft hele precieze instructies aan zijn mensen. Heeft geen interesse voor de menselijke kant. Als je geen oppas hebt thuis, dan is dat jouw probleem. En als iemand ziek is, moet hij maar zo gauw mogelijk weer terugkomen. Het resultaat is het enige wat telt. En een uitspraak die van hem zou kunnen zijn is, ja, maar je bent hier om te werken. Dat is een autoritair leider met veel taakgerichte elementen erin. Nou, dan heb je iemand die het omgekeerde is. Die is niet taakgericht. Maar wel heel mensgericht en die wordt wel eens vergeleken met een reisleider van een reisgezelschap die op reis gaat met een bus. Laten we zeggen ergens de binnenlanden van Afrika voor mijn part. Nou, die reisleider die heeft heel veel aandacht voor mensen. Hij is extreem mensgericht zoals al gezegd. Heeft weinig oog voor de resultaten. En net als gezegd, hij is de reisleider van het gezelschap. En hij wordt ook wel eens de voorzitter van de country club genoemd. Een soort hobbyclub van mensen. En relaties en sfeer zijn voor hem erg belangrijk. En hij hoopt daardoor dat het project slaagt. Dus hij neemt een beetje een hypotheek op de taakgerichtheid van anderen. Hij hoopt een beetje dat de mensen in zijn team wel taakgericht zijn. Zodat er nog iets van de grond komt. En hij roept altijd van ja, maar mijn teamleden kunnen het zelf wel. Nou, dan heb je natuurlijk iemand die daar tussenin zit. Dat is de teammanager. Dat wordt hij dan ook wel genoemd. Dat is echt een teamwerker. En als je die leiderschapsstijl neemt, dan heb je te maken met een effectieve leider. Die besteedt veel aandacht aan de mensen. Hij weet dat hij de klus moet klaren met zijn team. Hij heeft daarentegen ook veel aandacht voor de taken. En hij moedigt het samenwerken in het team sterk aan. Geeft mensen de ruimte, ook om hun creativiteit te kunnen gebruiken.
Hij zoekt wel naar overeenstemming tussen de mensen. Hij zoekt naar commitment onderling, maar ook zelf naar het team toe. En hij wordt nou, min of meer toch wel op handen gedragen door zijn team. Hij staat in hoog aanzien bij iedereen. Nou, dit is een van de modellen waarbij de persoon van de leider centraal staat, het managerial grid model. En je ziet wat de verschillen zijn. Van links onder deserteur, niks doen, tot teammanager, die zeg maar de ultieme projectleider ook zou kunnen zijn. Dan hebben we nog eentje die ertussenin zit een beetje. Die doet allemaal een beetje van alles een beetje wat. Dat noemen we de middle of the road, hè, zeg maar de gemiddelde. Die loopt in het midden van de straat. Die kiest niet links, die kiest niet rechts. Hij is een wat kleurloos figuur, sluit compromissen en balanceert tussen belangen. En de resultaten van zo'n club zijn ook vaak middelmatig. Nou, dat is het managerial grid model.